Het was de voorstelling een ontgoocheling van het nieuw stedelijk in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. De weg ernaartoe is mij altijd bijgebleven, omdat wij als persoon met een beperking de lift moesten nemen. En die hond die erbij was, die begon dan over te geven. Dat was één ding. En daarnaast heeft de voorstelling mij heel veel indruk op mij gemaakt. Het was memorabel omwille van de plaats waar dat de voorstelling zich afgespeeld heeft, in het Atheneum, dat eigenlijk puur geschiedenis is, en ik ben een geschiedenisfreak. Twee, eigenlijk is het enthousiasme van de spelers, het enthousiasme van de verteller, het enthousiasme van de muzikanten, hè, en dan de specifieke gebeurtenis, hè, de moeilijke weg daarnaartoe, hè, en de VIP-behandeling die je toch als rolstoelgebruiker krijgt, maakt dat het een heel speciale ervaring, alles samen maakt het een heel speciale ervaring. Het is altijd een beetje wennen, want ik ben nog maar 2,5 jaar rolstoelgebruiker. Ik vind dat heel attent en daarom de Zomer van Antwerpen heeft altijd van in het begin aandacht besteed aan toegankelijkheid. Dat merk je ook in de brochures en zelfs op de etiketten. Je krijgt eigenlijk een VIP-behandeling, je mag altijd op de eerste rij zitten. En dat is toch altijd een beetje wennen. Maar ik ben er natuurlijk heel dankbaar voor. Hè. Maar dat geeft eigenlijk het feit dat je ook veel sneller contact hebt met de auteurs dan anders eigenlijk. Hè. Het glas van zijn vader. Sinds zijn 9e jaar krijgt hij 1 glas bier. Voor iedere 5 glazen die de keizer drinkt. De keizer drinkt, speelt kaart. Het was gebaseerd op een verhaal van Willem Elschot, dat hij eigenlijk in het Atheneum van Antwerpen zich heeft afgespeeld. En dat gaf eigenlijk ook wel een speciaal cachet om de voorstellingen. Het was alsof dat je een beetje terug in de tijd weer geworpen eigenlijk. Teletijdmachine. Je kon je heel gemakkelijk inbeelden hoe dat die jongen, die leerling, hier naar school is geweest. Ik beloof het, meneer. Hoera! Schreeuwt de man! Die hadden zoveel plezier in het spelen dat je er eigenlijk zelf in het publiek daar goed gezien van weer. En ik denk dat dat een gave is eigenlijk.